Ja hoor, daar is hij weer. Hallo allemaal, wat een hele fijne hallo allemaal. Hallo, even normaal doen Vincent, we horen je wel. Moet ik weten, hallo. Welkom bij alweer, ja al motherfucking weer, ja. Een aflevering van Vraag, Vraag, vakantie, hallo. 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 Oh, dat is weer schoon. Hallo. Vraag vakantie. Hallo. Vandaag. Jacques! Wat doe je? Wat heb jij nou op je hoofd? Heb jij nou een mondkapje op? Heb jij misschien te veel televisie gekeken, hè? Of ben jij misschien bejaard? Mogol? Ah, dat mag niet, hè? Nee. Hij kan er ook niks aan doen. Kom maar terug, Shaki. Zet maar gewoon af. Het slaat toch nergens op. Waar was ik gebleven? Vandaag... Hier moet je kijken, ik heb mezelf bezeerd. Hier. Oh, auwie. Geef hem maar een kusje op. Geef maar een kusje erop. Mwah. Dankjewel, man. Of vrouw. Ik heb liever vrouw. Ik heb geen zin dat mannen op mijn vinger lopen te kussen. Dat zou raar zijn, hè? Dat ik zo sta. En dat er in één keer een vent... Mwah. Mijn vinger aan het kussen is. Dan sta je raar te kijken. Maar goed. Vandaag heb ik weer een aflevering. Ja, alweer. Ik ga een vraag beantwoorden die ik nog moest beantwoorden. Want ik ga alle vragen proberen te beantwoorden. Tenzij jullie tering van sturen. Dan ga ik er niet aan toe komen. Maar vooralsnog ben ik lekker bezig. Maar Vincent, wanneer ben je nou niet lekker bezig? Dat is ook een hele goede vraag. Ik ben ook wel eens niet lekker bezig. Moet ik weten. Ga ik een vraag beantwoorden. En dit vind ik echt heel erg leuk. Onder mijn YouTube filmpje had iemand een reactie gestuurd. Als reactie. Ja, een reactie als reactie op mijn uitleg. En daar hou ik van. Want ook Vincent moet wel eens af en toe op de vingertjes worden getikt. Kijk, en dit is dan de interactie waar ik het over heb, weet je wel. Want... ja, met alle respect, ik ben pas ook een jaar of 8, 9 pas bezig met me verdiepen in zoiets met af en toe wat te lezen over deze materie. En ik wil niet zeggen dat ik de waarheid in pacht heb natuurlijk. Dus ik hou ervan als mensen dan juist afgaan op wat ik dan vibreer, dat jullie dan vragen stellen, dat ik het misschien wat of beter kan uitleggen of dat we samen op een... hoger level komen. Een hoger level. Evolutie. Revolutie. Nog heel even. En dan stijg ik op. Ik ben een vogel, Shaggy. Ben je jaloers? Ik ben een vogel, Shaggy. Ben je jaloers? Jezus man, ik ga hard. Nee, maar goed. Dus dat gaan we dus doen vandaag. Laten we maar beginnen. Want het is alweer... En ik heb nog geen vraag beantwoord. Sorry man. Jullie maar denken. Ja, maar het is toch vraag vakantie. Vincent zit zich als een mogol te gedragen. Ik kan er niks aan doen. Van River Daniels. Zie je? Nu begin ik gewoon in één keer. Jij denkt, gaat hij nog wat doen? Gaat hij nou weer zich als een tering mogol gedragen? Of gaan we nou eindelijk beginnen? Nee jongens, we gaan eindelijk beginnen. Nee, wacht even. We gaan nog niet beginnen. Ik zal even mijn naamstickertje opdoen.
Zie je dat? Die heb ik gekregen. Heel lang geleden al. Van Suus. Maar dan weet iedereen dat ik vakantie Vincent ben. Zie je? Dan kan je het zien. Vakantie Vincent. Niet dat je denkt van, is het van Mogol? Nee, het is vakantie Vincent. Oh, vandaar. Ja? Heb je hem? Van River Daniels. Hallo Vincent. En een hele fijne hallo. Ja, ook een hele fijne hallo River Daniels. Hallo. Ik had een vraag over uw best zijn. Ik denk, River, dat jij dat de autocorrect hier jou in het ootje heeft genomen. Ik denk dat je hier bedoelt vraag over bewustzijn. Maar wil je volgende keer even je mail checken? Want nu ben ik helemaal in de war. En dat ben ik normaal nooit. Ik ben de een van de normaalste van het stel. Dus je hebt een vraag over bewustzijn. Daar ga ik maar vanuit. Mocht het niet zo zijn, laat het me maar weten. Daar ben ik immers voor. Wanneer bent u bewust geworden? Nou, die vraag, daar kan je alle kanten mee op. Ik heb me vanaf dat ik me een beetje bewust ben van de wereld om me heen, altijd al afgevraagd van, joh, wat is dit voor inrichting? En volgens mij heb ik dat al wel eens eerder verteld. Ja, is dit wat? Nee, ik moet me scheren, zie je dat? Nou, het kan ermee door. Want ik ben best wel een leuke gozer. Ik ben best wel een mink. Moet ik weten? Nee, sinds ik me een beetje bewust ben van de wereld. Nee, ik heb het koud. Ik doe mijn mutsje weer op. Hallo. Sinds ik me een beetje bewust ben van de wereld om me heen. Of dat ik dan denk van oké, ik ben nu dus op aarde of zo. Had ik altijd het idee, ik heb me nooit echt thuis gevoeld in dit systeem. Weet je wel, ik heb me altijd wel afgevraagd, oh, wat is dit? En ik heb me ook echt nooit geconformeerd aan dit systeem, weet je. Ik vond school wel gezellig, maar ik vond vooral de meisjes leuk. En het spelen met mijn vriendjes en gewoon gezellig, gek doen, vond ik allemaal leuk. En tekenen vond ik leuk, gymnastiek vond ik wel oké. Drama vond ik altijd leuk, dat soort shit. Nou ja, wiskunde en rekenen, dat hoef je bij mij niet mee aan te komen. Weet je, ik weet nog dat op de middelbare school zat ik altijd te kwebbelen met een meisje achter in de klas. En toen kwam de leraar die vroeg van ja, met een SO van joh, willen jullie een 1 of willen jullie het nog proberen, weet je wel. Ik vond het allemaal maar tering onzin. En ik zeg niet dat je er niks aan hebt, maar weet je, dat is een heel klein onderdeel van dat hele grote leven, weet je wel. En sowieso dat hele schoolsysteem, daar word je natuurlijk even flink voorgeprogrammeerd om als een robot te luisteren naar de over, noemen dat? De overste? Nou, je weet wat ik bedoel. Te luisteren naar je meerdere en vooral relatief voorgekoude brokken als kennis tot je te nemen, zodat je later als een robot, vertegenwoordiger kan worden van een of ander kutbedrijf of voor de overheid kan gaan werken. Dat soort dingen. Of in ieder geval dat jij als robotslaaf je dood tegemoet kan gaan. In het einde van een kutkantoor, dat is ongeveer waar het over gaat. Ik zeg niet dat het allemaal zo is. Biologie vond ik heel leuk en interessant. Maar zodat jij een beetje gedwee je weg, een beperkte weg kan gaan vinden in dit leven. Maar het leven wel is zoveel meer dan wat je leert op school. Dus ik heb me nooit echt gevonden in dit systeem. Sowieso, dit hele systeem is natuurlijk gebaseerd op ego. Hè? In principe wordt er in dit systeem worden alle 7 hoofdzonden, wordt er geleefd naar alle 7 hoofdzonden. Weet je, de hoofdzonden uit de bui, vraatzucht, hebzucht, afgunst of trots. Ik weet ze niet allemaal in mijn hoofd, maar als je daarover na gaat denken, dan is dit echt wel een heel ziek systeem waar we in zitten. Maar daarover later meer. Het is nu later. Is dit nou later? Is dit nou later als je groot bent? Goed nummer.
Want, kijk eens naar de wereld die wij hebben gebouwd op ego. En moet jij je eens nagaan wat voor wereld we kunnen bouwen op liefde. Denk daar maar eens even over na. Daar zijn we nu mee bezig hoor. We gaan eerst even door die baggerput heen. En daarna komt er een hele mooie tijd aan. Maar goed, wanneer bent u bewust geworden? Ja, nou, ik was dus al. Ik heb me altijd al afgevraagd: wat is dit voor gekkenhuis? Weet je wel? En later in mijn leven, dat viel allemaal een beetje samen. Kwam het hindoeïsme, het boeddhisme, de medicijnplanten kwamen weer in mijn leven. Ik heb wel altijd, vanaf mijn 13e ben ik al bezig geweest. Vooral met de paddenstoeltjes toen. En die hebben wel echt mijn ogen geopend. Die hebben er natuurlijk ook aan bijgedragen dat ik. Dat ik op een soort constante manier een beetje de wereld en hoe de mensheid zich gedraagt als raar heb ervaren. Maar goed, het echte werk is later in mijn leven gekomen. En toen heb ik echt een katalysator naar meer. En toen ben ik echt hardcore erin gedoken. En ja, overal over gaan lezen en doen en dit en dat. En ik zeg niet dat ik het allemaal door heb. Maar weet je, uiteindelijk als je dan alles naast elkaar neerlegt. De Bijbel, het hindoeïsme, boeddhisme, de voorspellingen van de Hopi's, de Maya's, de Egyptenaren, de Inca's heb ik die al genoemd, de Sumiers. Alles komt op hetzelfde neer. En ook de wetenschap is daar nu, weet je wel. Alles komt op hetzelfde neer. Alles is één, er is geen verschil. Alles is liefde, licht. En deze tijd is de tijd dat we daar dus massaal achter gaan komen. Nou, leuke tijd om te leven, dacht ik zo. Maar goed, dus en in het hindoeïsme, boeddhisme en weet ik veel wat allemaal. Dat heb ik nog niet helemaal onder de knie. Want dat is best wel een hoop, hoe zeg je dat? Ik zat het in mijn bek. Dat is best wel een hoop om tot je te nemen. En om als westerling dan. Zonder goeroe te begrijpen. Maar ik probeer het zo goed mogelijk aan jullie over te brengen. Of althans mijn visie daarop. Hè? En ook mijn werk met de medicijnplanten. En theogenen. Ja. Weet je, als jij met de kosmos kan communiceren. Met de creator. En weet ik het allemaal, ja, dat is een levenslange leerschool, weet je wel. Daar ben je nooit klaar mee. En je krijgt dan informatie en daar probeer je dan wat mee te doen. En dat probeer ik aan jullie over te brengen. Want ja, een goede ayahuasca, DMT, LSD, paddo ervaring, ga dat maar eens uitleggen. Daar zijn geen woorden voor, weet je wel. Er zijn geen woorden voor. Er zijn geen woorden voor. En ook geen zinnen, alinea's en hoofdstukken, er zijn geen woorden voor. Vincent, waar zing je in je vuistje? Vincent, zing in zijn vuistje. Moet hij lekker weten. Jezus. Wanneer bent u bewust geworden? Dus dat is een proces geweest. En of ik al helemaal bewust ben, dat weet ik nog niet. En ook van de wereld om me heen. Ja, op een gegeven moment, ik was ergens in de 20, 25... Nou, toen was het internet helemaal gaande, weet je wel. En nou ja, ik ben altijd nieuwsgierig geweest. Dus ik ga googlen en op een gegeven moment hoor je dan van ga de geldstroom eens volgen, weet je wel. En dan ga je dat doen en documentaires kijken. En kijk eens even naar de voedselproductie, of de voedselketen, voedselproductie. Sowieso heb ik altijd raar gevonden dat wij hier ons volproppen met hamburgertjes. En dat er aan de andere kant van de wereld mensen dood liggen te gaan van de honger. Heb ik altijd een heel raar idee gevonden. Dus ik denk, ja, hoe zit dat dan in elkaar? En nou, uiteindelijk kom je er dan achter hoe dat in elkaar zit. En hoe dat dan in elkaar zit, ja, dan mag ik lekker zelf uit gaan zoeken. Hallo. Maar goed, geld en winst en hebzucht en macht is er natuurlijk een heel groot aspect van. Aspect vind ik een mooi woord. Moet ik weten. Hoe is mijn journey tot nu toe? Heftig? Heftig? Ja, heftig. Ik heb heel veel meegemaakt bij hele jonge leeftijd. Soms bewust, soms onbewust. En het was allemaal. Dat sommige hele leuke dingen. En sommige dingen ja, die de mensen dan verdrietig noemen. Maar het heeft allemaal geleid
mij gemaakt tot de man, of weet ik veel wat, tot de vakantievincent die ik nu ben. En dat moet ik ook weten. En jullie ook trouwens. Ja. Weet je, Sadhguru of zo heet hij. Die zei later, heel leuk om te volgen op de Instagram. Sadhguru. S-A-D-H. Guru. Kan je volgen op de Instagram. Die zei, zou het fijn zijn als je alle aspecten van het leven hebt bewandeld. Dat je alles hebt ervaren. Dus dat je arm bent geweest, rijk, weet ik veel wat. Alles. Nou is dat wel heel veel, maar het is niet ondenkbaar. Want in de blinker van een eye kan het zomaar in één keer anders zijn in het leven. Daarom moet je leven to the fullest. Maar goed, dus dat is dan mijn antwoord op jouw vraag. Op naar de volgende. Want Jack Black, die had een reactie gegeven op mijn vorige filmpje. Moet hij weten. En daar ben ik wel heel blij mee, want dat houdt mij scherp. En daarom lijkt het me ook wel eens leuk om misschien een keer een live Vakantie Vincent live te doen. Maar ik heb een paar keer live gedaan. En de ene keer was ik wortels aan het snijden, weet ik veel wat allemaal. Maar dan krijg ik de hele tijd van die tering onzin, weet je wel. Broccoli en hello kever. En weet je, leuk, maar het kan ik schaal en top, man. Weet je, ik kan er niks mee. Hetzelfde als dat ik dan buiten loop en dat ik dan in één keer hallo kever hoor. Wat denk je dan? Dat ik naar je toe ga rennen of zo? Dan ben je me kwijt. Kom dan naar me toe van, hé, hoi. Ik ben die. En dan zeg ik, hoi, ik ben die. En misschien hebben we dan een leuk gesprek. Of niet. Nou ja, dan niet. Maar ik liever dat je naar me toe komt. En dat ik van verderop in de straat hoor. Hallo, kever of broccoli. Want ik kan er gewoon echt niks mee. Maar goed. Dat moet ik weten. Van Jack Black. Maar Vakantie Vincent. Als ik geen ego ben. En dat slaat dan op het feit dat jij dan bewustzijn bent. Dat is het enige wat je bent. Bewustzijn, liefde, licht. Bewustzijn. Alleen bewustzijn, een observer, een waarnemer. Hoe kan het dan dat het doel van het leven is om te leren? Leren is toch het verzamelen van gedachten? Nou, ik weet niet of ik heb gezegd dat het doel van het leven leren is, maar leven is leren. Het is niet het doel, maar als je kijkt naar de natuur. De aarde, de kosmos, wij leven, denken we, en in dat leven leer je. Net als dat een plant leert dat de zon zo op hem schijnt en dan leert die plant die kant op te groeien. En je hebt die twee eilandjes die, weet je, die uit aan elkaar zijn gegaan waar dat ene beestje dan leeft en op dat ene eiland zien die beestjes er zo, die hebben zich aangepast. Het leven past zich aan, laten we het zo zeggen. Het leven past zich aan, dus je bent aan het evolueren. Aan het leren. En het doel van, ik weet niet of het het doel van het leven is, maar het leven is één grote stroom ervaringen. En als jij daar iets mee doet, als jij leert, dan kan je een stapje verder komen. Kijk, in het Hindoeïsme, Boeddhisme is verlichting de hoogste staat van zijn. Weet je wel? Sommige mensen die worden verlicht geboren. Nou, die kunnen op een berg zitten. Die zien de hele wereld naar de kuttyfus gaan. En die hebben er geen oordeel bij. Geen gedachten, niks. Die kijken gewoon. En die zien de gedachten ook voor wat het is. Dat gaat ook voorbij. En gedachten die komen, of althans. Ik had het net over die plant, die groeit die kant op. Kijk, ik ben in Scheveningen geboren, op een bepaalde plek. Ik maak bepaalde dingen mee en die bepalen mijn gedachtes. Maar iemand anders wordt in Wassenaar geboren en die maakt bepaalde dingen mee en die bepalen zijn gedachtes. Maar uiteindelijk zijn we allemaal dat bewustzijn. Hetzelfde. Om te leren, dus... ik was hem even kwijt. Zag je dat? Ik was hem even kwijt. Dat kan gebeuren, Vincent. Neem maar even een slokje water. Dan valt het niet zo op dat je even niks meer weet te vertellen.
Dus hoe, waar en wanneer jij wordt geboren bepaalt hoe jij, hoe jouw ego, wat jouw ego is, wat jij denkt te zijn. En die staat van verlichting, volgens het hindoeïsme, boeddhisme en andere geloven, religies of bepaalde leren. Als jij op het moment dat je sterft in liefde, dus in de hoogste staat van zijn. Want als jij verlicht bent, dan ben je altijd bij de bron. Dan ben jij constant bij Krishna of bij God, bij de bron. En als jij in die toestand het leven verlaat, dan zal je ook terugkeren naar de bron. Als jij in angst, en daarom is het ook zo bijzonder wat er tegenwoordig gebeurt. Als jij in angst het leven verlaat, dan keer je op aarde terug in angst volgens die incarnatietheorie dan. Dus, ik zeg dan niet dat het doel van het leven is om in verlichting het leven te verlaten. Maar ja, ik heb genoeg gezien en meegemaakt. Vooral met medicijnen, laten we het natuurmedicijnen noemen. Dat in die theorieën, plus het feit dat alles op hetzelfde neerkomt, wel eens wat waarheid zou kunnen zitten. Dan zeg ik niet dat het doel van het leven het bereiken van verlichting is. Want als jij nog 80.000 levens te gaan hebt, volgens andere bepaalde theorie, ben jij een ziel en die kiest zelf voor een bepaald leven. En ook, er zijn nu fucking veel zielen op aarde, want die willen allemaal deze tijd meemaken. Weet je wel? Volgens bepaalde theorie heeft een ziel, die kiest ervoor om bepaalde dingen te leren in een leven. En dan, ik weet het niet allemaal precies, maar goed, dus ja, alles kan. Dus dat kan ook. En alles wat ik weet, dat deel ik met jullie. Ik ben een gever. Ik deel zoveel. Dan is het doel van het leven om te leren. Maar dan ben je nog steeds niet jouw ego. Dan ben je een ziel die denkt, die vergeten is dat hij een ziel is, die denkt dat hij die ego is. Maar in feite ben je gewoon bewustzijn. Eerst zeg ik je bent een ziel, dan ben je bewustzijn. Ja, het gaat alle kanten op, moet ik weten. Mochten jullie vragen hebben aangaande alles wat ik hier loop te vibreren, stuur ze alsjeblieft naar jemoeder43@hotmail.com. jemoeder43@hotmail.com. Maar goed, er zijn ook verschillende lagen in zijn. Hè? Dus in deze dimensie kan het zo zijn, in een andere dimensie kan het weer heel anders zijn. En niks staat los van elkaar. Dus jij kan een ziel zijn, maar je kan ook bewustzijn zijn. Je kan alles zijn in dit leven, als je maar wil. Lekker theetje. Oh, en ik nodig jullie ook uit, als je dit allemaal interessant vindt, ook zelf eens even op onderzoek te gaan. Ga zelf ook eens even wat lezen. Neem niet mijn woord voor waarheid aan, maar ga zelf ook eens in die boeken duiken. En dan zou ik het ook heel leuk vinden als jullie zeggen van, joh, Vin, maar volgens mij zit het zo. En dan kennen we lullen, weet je wel. Dan komen we op dat hogere plan, wat we zo hard nodig hebben met z'n allen. Leren is toch het verzamelen van gedachtes. Nou, ik weet niet of leren het verzamelen van gedachtes is. Gedachtes gaan voorbij. Ik weet niet hoe je die wil gaan verzamelen. In je gedachtenzakje of zo? Ja, ik weet het niet. Leren is meer het verzamelen van ervaring. Net als dat een panter dan achter een konijn aan rent en dan zijn ei stoot omdat hij een verkeerde bocht neemt. Als het goed is, heeft hij dan geleerd, bij die boom moet ik iets minder scherp de bocht nemen, anders kankerstraal ik met mijn hoofd tegen die boom, man. Leren is meer het verzamelen van ervaringen, denk ik. Of weet ik het nu weer beter? Ik weet het wel heel vaak beter, hoor. Oeh, dat klonk best heel erg arrogant. Maar ja, ik ben dan echt... Kijk, het staat hier op mijn name tag. Ik ben Vakantie Vincent. Vakantie Vincent, die weet het altijd beter. Nee, ik weet het niet altijd beter. Ik weet helemaal niks. Hoe meer je weet, hoe minder je weet. Maar ik vind het wel leuk om af en toe een beetje arrogant daartoe te komen. Ja, toch? Lekker belangrijk. Iemand moet het doen.
Dus het verzamelen van ervaringen, denk ik. Juist iets wat onderdeel, gedachten zijn onderdeel van het ego. Ja, inderdaad. Maar goed, dat heb ik net uitgelegd. Dus dit was mijn relaas. We zijn er weer. En ik weet het zo bont te maken. Ik zeg, ja, ik ga minder vragen doen. Want dan kan ik dieper op de zaak induiken. En dan duurt het allemaal wat korter. Maar nee hoor, Vakantie Vincent krijgt weer voor elkaar om 25 minuten te lullen over twee vragen. Nou, moet kunnen toch? Hè? Hebben jullie ook wat te doen? En dus wat ik zeg, heb je vragen, mail ze naar jemoeder43@hotmail.com. En ik zou het ook leuk vinden om als jullie, nogmaals, als jullie die shit zelf ook eens even gaan onderzoeken, in plaats maar de hele tijd van mij afhankelijk te zijn. Ik vind het altijd leuk om te eindigen op numerologisch. Dus ik zit zo op 26 minuten. Dan ga ik stoppen op 26 minuten 26. En dat moet ik helemaal zelf weten. En jij natuurlijk ook. Ik zit nu op 26 minuut 7. Heeft iemand nog suggesties? Wat ik kan nog iets voor jullie doen? Of zeg ik van jullie van, nou, ik geloof dat het wel van is. En we zijn eigenlijk ook gewoon niet de kop van jullie. Wat ik me nog niet kan voorstellen. Kijk, daar gaan we. 22, 23, 24. Hele fijne hallo allemaal.